je handen in de bad en een appelschakeltje. 2-3 dagen later. Kijk eens, zakje erbij voor de eventuele zeephandjes. Alsjeblieft. Luister. Zet hem maar op een neus. Kijk er maar naar hem heen. Nog 10 jaar jonger. Kijk eens. Nog jonger. Wat spreekt u het meest aan? Het product of het verhaal wat erbij zit? Nou, het product. Ja, het verhaal is ook wel leuk natuurlijk, maar het gaat toch om product. Deze Europese kampioenschap standwerken is voor ons de afsluiting eigenlijk van een hele maand feest. Hè, van expositie, opening, de nacht van. En we sluiten dus dat maandlang feest sluiten we af met dit fantastische concours. Als je morgen iets gaat kopen in die grootwarenhuizen, je moet al universiteit gedaan hebben om te begrijpen wat er op die etiketten staat. Het geheim, duidelijke uitleg. Duidelijke uitleg en een beetje animatie. Ja, op een heel vriendelijke manier. Heel belangrijk. Mensen willen geëntertained worden? Entertained worden, absoluut. Ja. Dat is zo bij artiesten zo. Dat is in het circus zo. Dat is entertainment. Ja, dat is een beroep apart. Het lijkt af en toe alsof het echte standwerken een uitstervende ras is. Maar je ziet ook dat hier de diehards overleven, die het echt verstaan. Om iets op, zonder prijskaarten, zonder gewicht en puur op basis van een goed verhaal te verkopen. Ja, hebben we in Nederland dan nog zeker wel 60, 70 echt professionele standwerkers. En die doen het hartstikke goed. Ik let natuurlijk op de eerste plaats of ze mensen kunnen trekken. Dat is het allerbelangrijkste wat ze doen. Hè? Ik bedoel, je kunt makkelijk iemand overtuigen om iets te kunnen kopen. Maar het gaat erom dat je een aantal mensen om je heen weet te verzamelen. En dan uiteindelijk ook een aantal verkopen doet. Dat zijn dingen die erbij horen. En ik let heel erg op de eloquentie. Kan de man ook echt overtuigend praten? Heeft hij een duidelijk verhaal? Dat zijn de dingen waar ik naar kijk. Is er wel een parallel hè, met de politici? Ja, ik denk dat ik het vanavond ook kan zeggen dat wij eigenlijk een beetje kijken naar ons eigen werk. Want burgemeesters moeten ook verkopen soms. Hè. Moeten ook een beetje duidelijke taal spreken. Ja. Goed onthouden, goed opnemen jij.